Ta-ta-da-ta-ta! Daar zijn ze dan. Ja. Fico doet net zo hard mee natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, het is tweestemmig van vakantiegevoel. Ja, nou, inderdaad. Ja. Lieve Marianne, maandag 2 juli. Ik feliciteer Max Verstappen, want hij heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. En daarna is hij lekker in 1,5 uur met de auto naar huis gereden. Het was een bijzonder weekend bij de WK voetbal. Vrijdag werd wereldkampioen Duitsland al uitgeschakeld. Sorry. Zaterdag gebeurde dat met de vieze wereldkampioen Argentinië. En zondag ging oud-wereldkampioen Spanje eraan. Als er ooit een kans was voor Nederland om wereldkampioen te worden, dan was het nu. Maar ja, de grootste sterren op deze WK missen van 11 meter. Iniesta mist een penalty, Eriksen, Modric, zelfs Messi en Ronaldo. Kortom, je moet de beste speler geen penalty laten nemen. Zo'n kans is te makkelijk, zoals Cruijff ooit al zei. Voor wie slim is, is simpel heel moeilijk. Nou, en daar heeft hij gelijk in. 4 leraren van het Rijswijks Lyceum zijn ontslagen omdat ze hebben gesjoemeld met de herexamens. Ze gaven de leerlingen aan het eind de kans om nog wat dingen te veranderen die ze mogelijk fout hadden. Dat zijn dus in principe hele goede, betrokken docenten. De ontslagen leraren deden het voor de leerlingen en de school. Ja, voor de school ook, want de school wordt altijd vooral afgerekend op het aantal geslaagde leerlingen. Ik gaf ooit les op de school waar Ali B. zat. Die deed examen brood en banket. Het praktijkexamen was de krentenbol. Die was in zijn geval niet best, zeg maar slecht. Dat was maximaal een 4. Waarop de toenmalige docent zei: ja, het is verschrikkelijk slecht wat je hier hebt gedaan, maar als je belooft dat je nooit echt bakker wordt, dan krijg je van mij een 6. Het is toch behoorlijk goed gekomen met hem. In Zweden treedt zondag een wet in werking die seks zonder nadrukkelijke toestemming van de ander strafbaar stelt. Kortom, je moet voor je iets doet echt eerst vragen of het mag. En daarop moet volmondig ja worden geantwoord. In duidelijke taal. Ik zeg dat erbij, omdat veel mensen moeite hebben met duidelijke woorden als het om seks gaat. Ik ken veel stellen die andere omschrijvingen gebruiken voor wat ze werkelijk willen. Ze draaien eromheen. Maar dat kan niet meer. Bijvoorbeeld, ze zeggen dan: zullen we de ijskast weer eens vullen? Of wil de poes een slokje melk? Dat kan allemaal niet meer, hè? Dat is geen enkel bewijs. Wat wel mag is vragen: zal ik Chris Froome weer eens aan de start laten verschijnen? Want dan ben je later, wat je ook hebt gedaan, toch nog onschuldig. Ja, Chris Froome mag starten in de Tour de France. En door de vrijspraak is Froome de eerste renner in de laatste 25 jaar die zonder doping de Tour kan winnen. Dinsdag 3 juli, wat een wedstrijd, hè? Japan tegen België. De vooraf kansloos geachte Japanners kwamen in de tweede helft met fris voetbal op een 2-0 voorsprong. Ze gingen zelfs door voor de 3-0, maar die kwam niet. Jan Vertonghen kopte een bal, Luk raakte de lucht in en die viel achter de grabbelende Japanse keeper. En dat was de ommekeer. Het werd nog 2-2 door een kopbal van Fellaini, die 2 keer zo lang is als alle Japanners. En in de 94e minuut werd het door een schitterende counter ook nog 3-2. Zoals de Belgische commentator zo mooi zei: het was een ontsnapping door het sleutelgat. Alleen voor deze uitspraak al hoop ik dat België de finale gaat halen. Maar stel, het kan nog steeds dat Zweden en Frankrijk de finale halen. Die zaten in de kwalificatiepool van Oranje. Als zij in de finale komen, zijn wij gewoon de nummer 3 van de wereld. De files zijn het begin van 2018 weer toegenomen. Sterker nog, je kon 1 januari gelijk achteraan sluiten bij de files van 2017. Het is belachelijk droog in Nederland. Ik bedoel het weer. Belachelijk droog. Valt geen druppel. Blijft maar droog. Duurt toch de hele week. Als het zo doorgaat, komen eind volgende week de eerste kuddes kamelen bij Lobit ons land binnen. Woensdag 4 juli, dat was schrikken. Robin Haase is op Wimbledon naar de tweede ronde. Er komt een behoorlijk grote rechtszaak tegen de Jehova's. Er zijn wat aangiften van seksueel misbruik. En het mooie bij deze rechtszaak: het zijn allemaal Jehova's getuigen. Donderdag 5 juli, veel noten eten heeft een positieve invloed op de kwaliteit van het sperma. Van noten wordt je sperma enorm levendig. Dat ken je als man wel. Zit je in een café een bakje nootjes leeg te eten? En dan begint het al. Dan moet het eruit. En het rare is, thuis geloven ze nooit dat het door de noten komt. Deze week waren er op alle scholen in Nederland de diploma-uitreikingen. Op een VMBO in Maastricht kregen de leerlingen al het diploma van 2019.
Bij een hack bij de persgroep Nederland, uitgever van de Volkskrant, AD, Trouw en Parool, zijn naast e-mailadressen ook telefoonnummers en bankrekeningnummers gestolen. Maar, zegt een woordvoerder, echt gevoelige gegevens zitten gelukkig in een ander systeem. Wat heeft een krant voor gegevens die gevoeliger zijn dan je bankrekeningnummer? Wat dan? Weten ze wat ik droom? Weet je wat ik van bepaalde mensen vind, maar nooit heb gezegd? Waar en met wie ik stiekem noten eet? Ik heb per direct al die kranten opgezegd. Vrijdag 6 juli. Ja, wat een mooie wedstrijden vandaag op de WK. Frankrijk, Uruguay, België, Brazilië. Het is smullen. Ik waag me niet aan een voorspelling, maar ik denk dat Frankrijk en België doorgaan. Voor voorspellingen geef ik natuurlijk het woord aan meester voorspeller. Half mens, half koffiedik. Hij die dingen ziet die niemand kan zien. Heeft als kind in plaats van in een couveuse 6 weken in een glazen bol gelegen. De Nostradamus van de Lage Landen. Jomanda 2.0. De wandelende almanak. Hier is Figootje Waas. Ja, dankjewel Peter. Ja, hier spreekt u dames en heren thuis en meneertjes van de radio. De meester voorheerzager, master predictor, master predictor, le maître de predictoire. Waarover later meer aan het eind van deze column. Dankjewel Michael Bogert. Ja, ja, zet de feesthoekjes maar weer op. Laat de champagnekurken maar knallen. Ga maar staan en begin maar alvast luid te klappen. Chapeau voor de meeste voorspeller, want de meeste voorspeller heeft weer toegeslagen. 6 van de 8 landen goed voorspeld. 6 van 8, goed. Dat mag je volgens de statutenreglementen van de grote voorspelbijbel vereenvoudigen. Van 6 naar 8. Na 3 van de 4 goed. Dat is 1,5 van de 2 goed. 0,75 van de 1 goed. Dat is niet heel fout. En die heel is bijna niets. Vraag dat maar aan de Belastingdienst. Dus dan rekenen we 6 uit 8 gewoon als alles goed. Zie daar je vingertje maar weer eens tussen te krijgen. Natuurlijk, zuurpruimpjes zullen zeggen, ja, maar meeste voorspellen Rusland en Zweden zijn door. En dat had je niet voorspeld. Maar dan zeg ik ja. Als de Spaanse spelers de bal niet als een stelletje slakken stroperig naar elkaar toe hadden gespeeld en Zwitserland wat minder neutraal over het veld had gesloft, had de meeste voorspeller de statutenreglementen helemaal niet nodig gehad. Ik bedoel, wie verliest er daar van Zweden en Rusland? Ja, zeggen de mensen, maar die kunnen heel goed verdedigen. Nou, dan zit ik niet voor de televisie om naar een ploeg te kijken die alleen maar verdedigt. Knap, hoezo knap? Als ik Petertje Heerschop, Edwin Evers, Rick Romijn en Niels van Baal als een blok laat verdedigen en daarvoor zet ik de creatieve Figootje Waas, dan gaat er ook geen bal in. Nou ja, dat is misschien geen goed voorbeeld. Maar de meeste voorspeller houdt van aanvallend voetbal. En weet je wie aanvalt? Brazilië en Neymar. Neymar, bij ons thuis noemen we hem de rolmops. Je houdt van hem of je haat hem. Hij schijnt bij zijn geboorte hardhalend uit het geboortekanaal van zijn moeder te zijn gerold. Het eerste wat zijn vader zei was Neymar. Nou, zo hebben ze hem toen maar genoemd. Weet je wie ook een goede voetballer is? Maradona. Maradona zat op de tribune te tongzoenen met zijn vriendin. Die vriendin moest daarna totaal stoned worden afgevoerd. Maradona is na de uitschakeling van Argentinië supporter van Colombia geworden. Wat begrijp ik wel, want die sponsoren zijn neus. Ik ga trouwens op vakantie naar Colombia. Ik voorspel dat Maradona er ook is. Puntje voor de meeste voorspellers. Maradona heeft een berisping gehad van de FIFA voor zijn gedrag in het voetbalstadion. Hij trekt zich daar niets van aan, want hij zei, ik wist niet eens dat ik in een voetbalstadion was. Dan wil ik even wat zeggen over de tackle. Hebben jullie die gezien? De tackle van Hugo Borst. Hugo Borst heeft een tackle en die voorspelt uitslagen van wedstrijden. Wat is dat nou? De tackle laten voorspellen is toch een belediging voor de meestervoorheerzaken, voor de meeste voorspellen. Dan neem je het beroep voorspelt toch helemaal niet serieus, man. Voorspellen is een vak, een roeping, een kunstvorm, een gave. Tackles kunnen helemaal niet voorspellen. Ik vind trouwens een man die een tackle heeft een hele nare man. Een man heeft geen tackle, een man maakt een tackle. Ze ondermijnen het vak van voorspellen met die tackles. Ze leggen gewoon een hondenkoekje in een van die huisjes waarin die tackle moet lopen. Heb je het gezien? Wat is dat nou? Klote tackle. Als ik die tackle tegenkom, dan tackle ik hem zo hard dat hij nooit meer opstaat. Messi heette die tackle, die heet Messi. Hoe kan je een tackle nou Messi noemen? Tackle en Messi, die horen niet bij elkaar. Messi heeft nog nooit een tackle gemaakt. Ik voorspel dat als je nu naar die zoveelste mislukte WK tegen Messi zegt dat er een tackle is die Messi heet, dan pleegt hij zelfmoord. Dankjewel, Hugo Borst. Mannen met kleine hondjes, ik vind ze nog erger dan vrouwen met kleine hondjes. Kijk, dat je een poedel hebt en die Cristiano Ronaldo noemt, dat begrijp ik. Maar een tackle Messi noemen is belachelijk. Een tackle heeft maar één voordeel, je kan hem niet tussen benen spelen. Nu, voorspellingen van de kwartfinales. Oh. Uruguay-Frankrijk. Ja. Makkelijk 0-2. Brazilië, België, makkie 2-2 na verlenging, nog steeds 2-2. Brazilië wint na strafschoppen. Oh, ik voorspel dat Brazilië, België de leukste wedstrijd van de kwartfinale wordt. Puntje voor de meeste voorspeller. Rusland, Kroatië 0-2. Zweden, Engeland 1-3. Even naar de Tour de France. Le maître de prédictoire. Ik ga één ding zeggen. Froome, Chris Froome wint niet de Tour.
Als je 3 weken lang wordt uitgescholden, urine over en poep over je heen krijgt uitgestort, win je de Tour niet. Dit waren mijn voorspellingen. Tot de volgende keer. Oh.